Hey jongens, het is dinsdag en wij dachten we gaan een soort vakantietoeristendagje doen in eigen land. Weer zo'n goede idee. Dus wij hebben lekker, of wij zijn lekker op zoek naar kibbeling. En dat heb je hier natuurlijk wel. Want waar ben je dan? In Volendam. Oh, heb ik dat nog niet gezegd? Nee. We zijn in Volendam. En dat is eigenlijk heel lang geleden dat we hier zijn geweest, hè, liefje? Echt een hele tijd geleden toen mijn zus hier nog woonde. En eigenlijk is het zo leuk. Nederland is zo gezellig, jongens. En dan hoor je hier en daar in één keer heel Hollandse muziek keihard aanstaan. Dus we gaan op zoek naar kibbeling. Om mee op de foto te gaan, je kunt een fles met een pijp, een accordeon. Oké, je snapt wat we aan het doen zijn. Deze foto moet er natuurlijk komen. Het is heel lang geleden dat Beer en ik deze foto hebben gemaakt. En nu natuurlijk met Jono er één bij. Het was niet eens mijn idee, het was Beer's idee om op de foto te gaan. En je weet hoe die niet erg houdt van foto's. Maar kijk, Jono ziet er zo schattig uit. Linkerbeen. Jullie allebei. Staat je ook echt sexy, liefje, in die broek? Ik voel me ook zo. Echt zo'n lekkere beentjes heb je hierin. Oké, we zijn toch maar op het terrasje gaan zitten. Dus we hebben geen kibbeling, maar wel vis en chips. Tenminste, dat hadden we. En ik heb mosselen. En Jono kijkt heel even naar mij. En hij weet nu precies hoe die... Oh, mooi. Hoe die daarmee moet eten. Hij weet precies dat je dit zo moet pakken. Nou, dat vind ik best wel knap. Ja, heel knap van jou. Heerlijk uitzichtje. Hey jongens, ik ben in de studio van Weet Ik Veel. En we hebben net even een repetitie gedaan. En ik ben niet helemaal plat gegaan. Ik had wel een paar antwoorden goed. Dus ik ben benieuwd. Oké, ik kom net in de make-up ruimte. Het is best wel gek, want normaal gesproken zit ik hier natuurlijk ook wel eens met collega's of met mijn klanten om hun op te maken. En nu ga ik dus zelf in het programma. En nu zie ik hier ook gewoon Michaela. Dat is een vriendinnetje van mij. Ze had me helemaal niet laten weten dat ze hier was. Maar de telefoon is dus door het kano gevallen. Nee. Kijk, hier zijn allemaal lekker de spulletjes staan. En Rick is er ook klaar voor. Hi. Je was best goed bij de repetities. Ja, toen nog wel. Spannend. Ik vind het in ieder geval spannend. Ik ga overal te laat bij zijn met mijn antwoorden, denk ik. Dit is mijn kamer. Nummer 3. En hier ga ik me nu even snel omkleden. Dan gaan we beginnen. En hier zit Kirsten gezellig. Een vriendinnetje die gezellig mee was. En ik vroeg oprecht aan haar, stond ik voor schut? Want ik doe nooit echt mee met dit soort programma's. Alleen, zij vond de vragen ook moeilijk. Of ze is gewoon een heel lieve vriendin. Ben je eerlijk? Nee, ik ben echt eerlijk. Ik vond het heel moeilijk. Ja. Echt moeilijk. Oh, maar goed. Kan ook aan mij liggen. Nee. Nou, ja. Kijk even wat hier... Een heel lief kaartje staat hier met veel plezier en allemaal snoepjes, want ze kennen mij heel goed, denk ik. En het was in ieder geval een leuke ervaring om mee te doen. En ja, dat was het. Oké, we gaan naar huis, maar eigenlijk is dit toch gewoon heel erg zonde. Kirst? Ja, dat is mee. Dit nemen we mee. Zo, we gaan gewoon mee. Hey jongens, het is vrijdag en ik ben in de studio van Jasper en fotograaf samen met Lieke en Jetteke. We gaan een covershoot doen voor de Beaumonden, dus ik heb al wat spulletjes allemaal klaargelegd en handschoenen en een maskertje. En ik ga je even laten zien. Dit is Jasper, de fotograaf. Dit is Jasper. Hallo. En die heeft het trouwens heel goed gedaan, want zijn vriendin is Romy Montero. Ik weet niet hoe je het hebt geflinkt. Ja, ja, ik heb het natuurlijk. Ja, komen naar vandaag. Ja, precies. Ja, ja. En kijk wat een mooie kleren allemaal. Van Jetteke in de studio. We zijn er klaar voor. Thank you.
jongens. Ik heb Sylvie net opgemaakt, maar het ging heel snel. Maar we gaan zo naar de studio en dan zal ik even laten zien hoe de look is geworden. Ik ben nu even aan het opruimen en ik heb een tasje bij me voor op de set. En dat is eigenlijk gewoon een tas, een veel te luxe tas om zomaar mijn make-up mee in te doen. Maar ja, ik ben nooit zo goed met spullen mooi houden, zeg maar. Dus hier zitten spulletjes in die ik op de set bij me wil hebben. En ik ga jullie zo laten zien hoe het eruit is gekomen te zien. Ik ben moe. Daar is ze dan. Hey! Hoi. Het daglicht. Dit is your look. Kijk hoe knap. Kijk, heel even. Ze maakt even een foto. Tada! En meteen, hè? Gewoon one taker. Geen filter, nothing. Ze is gewoon... Nou, ik heb hem iets lichter gemaakt. Oh, iets lichter. Ja. Ik kom net terug van vakantie, dus ik ben een beetje bruin. Het is een beetje bruin. Ik heb het altijd anders op. Ik ben altijd bruin hoor. Praat zo lekker met het masker. Ja. Eigenlijk moet ik hem ook opzetten, maar ja, dan hebben we voor niks gewerkt. Nee, maar nu maakt het niet uit, want ik heb hem op. Ja, dus dan is het ook oké. Dat is het oké. Ze is er klaar voor, hoor. Ja. Kijk even. Deze vrouw wordt gewoon nooit oud. Hoe zijn ouders niet normaal? Echt babyface. Zo knap. Oh, ze is er klaar voor. Schat. Ik ben er klaar voor. Yeah. Gonna rock this. Kijk even. Shake that booty, girl. En Serena, ik heb eindelijk Serena gezien. Hallo! Serena! Yay! Serena is een hele goede vriendin van Sylvie. Doet altijd haar make-up hier in Duitsland. Zo leuk om het te zien. En nu heeft Serena een andere celeb die ze aan het make-up was. Sophia, kom maar. Sophia, kom maar. Ja! Ik ben heute bij Team Sophia. Ja! We gaan stiekem eventjes in de studio kijken. Eigenlijk nu niemand mag komen, behalve dan de mensen die meedoen. Acht Spielrunden spielen wir, in denen die prominenten Teams gegeneinander antreten. In jeder Spielrunde geht es um einen Punkt und die bringen dann einen vielleicht entscheidenden Vorteil für unser Finalspiel. Von hier oben schaue ich, dass alles in Ordnung ist. Läuft etwas aus dem Ruder, schreite ich ein. Ja, aber auch nur dann! 50.000 euro stehen op het spiel voor onze Alltagshelden. Oké. Ik ga hier even bij een lichtje staan. Zometeen is een commercial break. En dan kan ik er weer even in om bijvoorbeeld de glim een beetje te matteren. Hey jongens, de opnames zitten erop. Ik zit al eventjes in de taxi. De opnames waren tot 1:15. Het is heel donker. Het is 2:10 op dit moment, 's nachts. En de taxichauffeur is even naar het toilet. En als ik ergens iets niet heel relaxed vind, is het zo 's nachts bij een tankstation staan. Maar goed. Waren te gekke opnames. Het was hartstikke leuk om weer samen te werken. En morgen zouden we naar Ibiza gaan, maar we hebben besloten om niet te gaan. Dus ik ga nu kijken. Want ja, dan moet je daarna dus ook nog in quarantaine en zo. Maar dat ging hem niet worden. Het is gewoon niet handig. Dus we gaan even kijken of we in Nederland kunnen blijven. Ik zie er echt verrot uit. Ik weet het. Maar het is ook gewoon midden in de nacht. En ik hoop snel thuis te zijn. Oké, jongens, het is vrijdagochtend, mega stress, want ik heb zo meteen een klasje, sensory of zo heet het. Ik weet het niet, ik heb nog nooit gedaan, ik ga er met Jono heen, maar Beer is hem nu aan het aankleden en ik moet nog mijn spullen pakken en ik heb nog 10 minuten om daar te komen, ik ga niet redden en ik praat heel snel. Sorry jongens, echt, dit is story of my life, ik kan gewoon nog niet zo heel goed vloggen en het is allemaal een beetje een rommeltje, maar ik beloof jullie dat ik het echt beter ga doen. Heel fel trouwens, het licht. Volgende week gaan we een week vakantie in eigen land, want Ibiza kon niet doorgaan vanwege code oranje. Dat is heel naar, want daarna moet je in quarantaine en die tijd had ik niet, want dan zijn we weer bezig met een masterclass. Maar goed, we gaan op vakantie in eigen land, dus ik zal je daar ook wel wat laten zien. Maar voor nu heeft Beer een knal oranje t-shirt aangedaan bij Zono en ik wilde eigenlijk die leuke groene trui, liefje. Ja, dat is fijn. Weet je waar die is? Kijk, heel leuk, maar dat is echt niet
Schatje. Hij ligt hier, sorry. Je moet over 10 minuten zijn. Ja, ik ga. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken naar mijn vlog. En hopelijk tot de volgende. Met de promise dat ik wat rustiger aan zal doen. Doeg!